Hallo, ik ben Suzanne. Ik werk als verzorgende IG in het team wijkverpleging dementie. Mijn werkdag begint 's morgens met het inkijken van de planning. Waar ga ik die dag naartoe? Ik heb verschillende cliënten op één ochtend. Eén mevrouw slaapt heel graag uit. Daar ga ik dan ook wat later op de ochtend naartoe. Goedemorgen. Ik probeer zoveel mogelijk mee te gaan in de wens van de cliënt. Voordat ik aan de ochtendzorg begin, lees ik me eerst in de rapportage. Zijn er bijzonderheden geweest? Moet ik ergens op letten? Ik lees ook de werkinstructie. Vandaag help ik mevrouw met wassen en aankleden. Ik stimuleer mevrouw om haar eigen regie te houden en zelf nog wat dingetjes te doen. Ondertussen leg ik de medicijnen klaar en zet ik vast het theewater op. Ook zet ik alvast een eitje klaar. Ik help haar daarna met de rugwassen en de steunkousen aantrekken. Daarna gaan we samen verder en starten we de dag op. Mevrouw vindt het fijn om te ontbijten met een gekookt eitje erbij. In dit team is ook ruimte voor begeleiding. Begeleiding kan variëren van een uitstapje naar buiten, wandelen of een boek lezen. Mevrouw vindt het heel fijn om oude foto's te bekijken. Tijdens de begeleiding observeer ik hoe de cliënt is, of mevrouw nog wat weet van vroeger en of ze nog herinneringen terug kan halen. Je kunt aan de hand daarvan hele leuke gesprekken voeren. Ik onderhoud ook contact met mantelzorg en partner van cliënten. Ik informeer hoe het met ze gaat. Is er iets anders als anders? Zijn er veranderingen? Is er bijvoorbeeld hulp nodig van een fysiotherapeut of ergotherapeut? Als alles klaar is, schrijf ik de bijzonderheden op in de rapportage voor mijn collega's. Vervolgens sluit ik de ochtend af en ga ik weer verder naar mijn volgende cliënt. Het komt regelmatig voor dat ik met een collega overleg over een bepaalde cliëntsituatie. Meestal nemen we in de middag een moment om samen het een en ander te kunnen bespreken. We kijken of we wat dingen kunnen veranderen en zo nodig passen we het gelijk aan. Ook houden we lijntjes kort met de huisarts en de wijkverpleegkundige.